En we gaan nu naar een volgend fragment. En dat heeft te maken met zaken die in het afgelopen weekend hebben gespeeld. Vooral op social media is dat bericht viraal gegaan. En het heeft allemaal te maken dus met, moet men 9.500 betalen voor beveiliging als het gaat om de huisquarantaine? Wel, overste Jerry Slijngaard heeft daarop gereageerd. En het is dus, heeft dus een hele uiteenzetting gegeven van waarom quarantaine nodig is. Mensen die uit het buitenland komen, die moeten in een verplichte quarantaine gaan. Maar zou je dus gebruik willen maken van jouw eigen faciliteiten, nou dan moet het een en ander gebeuren. De overheid staat wel garant voor overheidsquarantaine en dat heeft hij dus aangegeven. We gaan naar het volgende fragment, waarbij overste Jerry Slijngaard, de coördinator van het NCCR, aangeeft waarom quarantaine nodig is. En ik maak een distinctie binnen quarantaine tussen quarantaine door de overheid gefaciliteerd en mogelijkerwijs quarantaine op een andere plek door te brengen. Wij hebben er in de afgelopen periode thuisquarantaine et cetera van gemaakt, maar het is dus daadwerkelijk dat jouw quarantaineperiode, en quarantaine houdt zoveel in dat wij de mensen die dus uit het buitenland komen, willen plaatsen op een plek waar ze afgezonderd zijn eigenlijk van de overige bevolking, totdat de incubatieperiode, dat is dus 14 dagen, vandaar dat de periode van quarantaine gekozen is voor 14 dagen, totdat die periode is verstreken. Iemand die bij wijze van spreken een bepaalde ziekte heeft, sommige mensen zeggen auto-immuunziekte of andere mensen die zeggen, weet je, dus bepaalde medische condities, dan zullen deze mensen dan op medische gronden elders in quarantaine mogen gaan. Een heleboel mensen die zeggen van, hey, luister, ik zou best wel thuis in quarantaine willen gaan. Om dat te kunnen doen, de eerste criterium is dus medisch, zal de plaats waar je denkt dat je in quarantaine zou willen gaan, die zal eerst geïnspecteerd en vrijgegeven moeten worden door BOG, het ministerie van Volksgezondheid en NCCR. Die gaan dus daar thuis komen om controles uit te oefenen, te kijken van voldoet die plaats wel aan de eisen die zijn gesteld. Zo ja, dan zullen we dan overgaan om die persoon daar naartoe te laten gaan. Zo nee, zal die persoon dan verder blijven in overheidsquarantaine, tot mogelijkerwijs de plaats zodanig bevonden is dat het goedgekeurd is voor thuisquarantaine of voor quarantaine elders. Laat me dit nog een keertje erbij zeggen. Als mensen dus denken dat ze elders in quarantaine moeten zijn, dan is de eerste stelregel dat ze medisch moet dat worden aangegeven. Een tweede mogelijkheid zou zijn, bij wijze van spreken, en dat zal ook op medisch advies zijn, als een gezin samen gereisd heeft, samen thuis is gekomen, in één huis woont, dan zal het natuurlijk ook wel bekeken worden dat dit gezin thuis zal moeten gaan, zal mogen gaan. Toch? Want het heeft dan geen zin om dat huis dat eigenlijk al klaar is voor de mensen, dat leeg te laten en de mensen in overheidsquarantaine te laten gaan. Dus we denken dat dat ook een volgende mogelijkheid is om de mensen daar zo te laten blijven. Dus dat is een tweede vorm waarop mensen elders in quarantaine mogen gaan. De stelregel is nogmaals, wanneer je komt, is iedereen gaat in overheidsquarantaine, om die term te gebruiken. En op medisch advies, om medische redenen, dan wel, er zijn ook een aantal andere redenen. Dan zou er uiteindelijk besloten mogen worden dat de mensen dus elders hun quarantaine mogen doorbrengen. Ja. En dat zei dus overste Jerry Slijngaard, hij heeft een aantal keren dus duidelijk herhaald waar het dus om gaat, waarom quarantaine nodig is. En praten we over een huisquarantaine, een begrip dat we dus hier in Suriname hebben gebruikt. En of praten we dus over een overheidsquarantaine. Waar het eigenlijk om ging, waarvoor deze live reportage nodig was, of was eigenlijk om toch te ontzenuwen dat de tory over 9.500 dat men moet betalen,
dat eigenlijk niet helemaal correct was. En overste Jerry Selengaard heeft aangegeven dat nou heeft aangegeven hoe eigenlijk de vork in de steel zit. De overheid die heeft in elk geval aangegeven dat een van de voorwaarden om mensen in een quarantaineplaats te zetten, elders dan in de overheidsquarantaine, want in overheidsquarantaine is er beveiliging van de overheid. Militairen, mensen van de politie, mensen van de beveiligingsdiensten, etc. Die zitten als beveiligers in de ruimte waar wij mensen hebben geplaatst in overheidsquarantaine. Hetzelfde geldt ook voor mogelijkerwijs quarantaine die elders doorgebracht moet worden. Daar moet er statische beveiliging zijn. En tot op dit moment is het zo geweest dat men, omdat we weten dat er bij de overheid niet altijd evenveel mankracht aanwezig is om deze statische beveiliging te leveren, is er toen bedacht om te kijken naar een mogelijkheid om mensen via de particuliere sector beveiliging te geven. Ik denk dat de misvatting is ontstaan toen men zei van oké, maar dan gaat u zelf voor u, of ik kan zelf betalen voor mijn beveiliging. En dat in principe ook is geaccepteerd van oké, als je zelf kan betalen, dan zal het, hoogstwaarschijnlijk geen probleem zijn. Dat is op dit moment bijgesteld, omdat wie betaalt, die bepaalt. Toch, als ik in overheidsquarantaine zou zijn, dan kan je niet de beveiliging zeggen van ik ga nu weg. Als je zelf thuis bent en je betaalt je eigen beveiliging, dan kan je die man zeggen van luister, ik betaal je, dus ik ga even naar de winkel, ik kom straks terug. En dat gaat dus nu niet meer plaatsvinden. Dus ook al heb je genoeg voldoende financiën om een eigen wacht te doen, dat mag, maar er zal altijd vanuit de overheid een statische beveiliging aanwezig zijn. Daar, oké? En dan hoe komen we aan het bedrag? Er is natuurlijk er is een bedrag van 9.500 genoemd. Dat was eerder niet bepaald. Maar er hebben dus natuurlijk onderhandelingen plaatsgevonden. En die 9.500, als je het goed bekijkt, en ik ben geen pleitbezorger ervoor, maar als je het goed bekijkt, zou het dus voor 2 weken lang, et cetera, zou dat niet een abominabel hoog bedrag zijn. Echter is het wel zo dat de overheid heeft gezegd, nee, luister, wanneer we mensen in quarantaine plaatsen, zorgt de overheid voor statische beveiliging. Ondertussen zijn er dus militairen vrijgemaakt, politiemensen vrijgemaakt. En er zijn dus bij de overheid zijn er reeds een heleboel bedrijven die wachtdiensten leveren. En u zult zelf begrijpen dat niet altijd alle mensen bezet zijn bij deze bedrijven. En het overschot dat dus plaatsvindt, bij deze bedrijven aanwezig is, dat zal mogelijkerwijs ook worden ingezet. Dat is een stukje beleid dat gaat worden gevoerd, waardoor dus de overheid aangeeft van luister, wij als overheid zullen zorgen voor die beveiliging. Mocht het toch zo zijn dat de overheid om wat voor reden dan ook toch nog naar particuliere bedrijven zal gaan, dan zullen deze particuliere bedrijven niet individueel per huis gaan werken, maar deze particuliere bedrijven die mogelijkerwijs door de overheid zullen worden aangewezen, die zullen dan voor de overheid werken en dan geplaatst worden elders waar eventueel dat noodzakelijk is, want we willen natuurlijk de regie zelf in handen houden van wat deze mensen doen. Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen uitleggen en met betrekking tot dat geld dus heb kunnen uitleggen hoe dat is gekomen. Ja, dus andermaal overste Jerry Selengaard van het NCCR. Hij is de coördinator en hij is ook lid van het COVID-19 management team. En vandaag, als alles goed zit, is er dan om 4 uur wederom een persconferentie. Bij de laatste persconferentie werd dus ook aangegeven dat er dus wordt afgezien van een dagelijkse persconferentie. Maar dat het dus om de ene dag zal worden gehouden. Dus op de maandag, de woensdag en de vrijdag. En voor het geval er toch wel een extra persmoment nodig zal zijn. Dus dat men dat dan overeen zal komen met de verschillende mediahuizen. Maar reguliere zaken
zoals hoeveel mensen in quarantaine zijn en hoeveel mensen in thuisquarantaine of in overheidsquarantaine. Die informatie zal dus worden prijsgegeven op de COVID-19 website. En dat is dus www.covid-19.sr. En dan kunt u dan ook deelgenoot zijn van alles wat er gebeurt rond de COVID-crisis in Suriname. We gaan eruit voor wat betreft deze maand in Takkie van maandag 6 april 2020. We hebben ervoor gekozen om eruit te gaan met een boodschap. En die is dus van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Yesrun. En zij heeft dus bij een vorige persconferentie, niet de laatste, maar die daarvoor, heeft ze toch wel aangegeven van nou waar het eigenlijk om gaat voor Suriname. Een worst case scenario heeft ze aan ons voorgehouden. En daarom zou het dan nodig zijn om ons te houden aan de COVID-regels, om ons te houden aan de lockdown en ervoor te zorgen dat we die 2 meter social distance in acht nemen. Want doen we dat niet, kunnen het toch wel heel erge gevolgen hebben voor Suriname. Deze meer dan 25.000 zullen er ongeveer 4.000 mensen opgenomen worden als we kijken naar de percentages die wereldwijd gangbaar zijn. En van die 4.000 zullen ongeveer 1.300 belanden op de intensive care unit, waarvan ongeveer 700 dood zullen gaan. Wij hebben hier geen capaciteit. We willen wederom benadrukken, hou afstand, goede hygiëne en hou alle maatregelen in acht. Let wel, bij deze berekening, het is een grove berekening op dit moment, bij deze berekening is met de factor partial lockdown, gaat dat ongeveer al met 40% omlaag. Met social distancing en met de hygiëne en de maatregelen daaromheen, dropt het nog meer. Ja, het komt erop neer dat als wij in Suriname ons niet houden aan de regels, dan zullen we dus in heel korte tijd kunnen we dus al 25.000 corona-COVID-19 gevallen hebben in Suriname. En dat kan dus heel funest zijn, waarbij er zelfs sprake zou kunnen zijn van honderden doden in Suriname. En dat is dan iets wat we dus helemaal niet nodig hebben. Dat zou een catastrofe zijn voor Suriname. Dus laten we ons houden aan de COVID-19-regels. En laten we ons ook houden aan de ingestelde lockdown om tussen 8 en 6 uur 's morgens thuis te blijven. Ik bedank u voor uw getoonde belangstelling vandaag voor deze maand in Takkie. Ik ben Carlos Lindveld. En voor mijn aandeel weer, als het gaat om Mantentaki, ben ik er de volgende week maandag. Goedemorgen.